Goedemiddag en welkom bij mijn lessenreeks waarbij ik examentraining geef voor het VWO. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp elektromagnetische straling en materie, in de volksmond ook wel bekend als astrofysica. Ik ga dit wel doen door middel van formules, van theorie en van vaardigheden, veel theorie dit keer. En ik wil nog even aangeven dat het geen vervanging voor het leren, hoogstens een globale samenvatting. De meeste formules die zijn niet erg lastig. Let even op dat je goed de formule van het Doppler-effect nog even gaat bekijken. Wat mijn Delta-lab daar wat die nou inhoudt. De rest zal dadelijk best wel goed duidelijk worden, ook uit het verhaaltje wat ik daarbij heb. Nou, laten we beginnen met de theorie. Wat we in ieder geval weten is dat ladingen die trillen, die oscilleren, die zorgen voor het uitzenden van golven. Trillingen namelijk in het elektrische en in het magnetische veld. En dat zijn golven die we kennen als elektromagnetische straling. Dus familie van licht. Die frequentie van het trillen van zo'n lading, dus van een elektron, die bepaalt de frequentie van het uitgezonden straling. En wat we daarbij kunnen zien is dat zo gauw dus moleculen ook op een bepaalde manier trillen, hun elektronen ook zouden trillen, en die dus ook een soort van straling kunnen vrij laten komen. Dus aan die frequentie van de uitgezende straling kun je dus op een gegeven moment afleiden wat de temperatuur is van het voorwerp waarvan de moleculen aan het trillen zijn. Op die manier heeft meneer Wien zijn wet opgesteld en het is een bepaald verband wat hierin samenhangt. Hij geeft eraan hoe hoger de temperatuur van een ster, hoe kleiner de golflengte van de straling die deze ster het meest uitzendt. Dus hoe heftiger die moleculen trillen, op een gegeven moment zul je dus vaker zien dat ze meer aantal keer per seconde trillen, hoger frequentie, kleiner golflengte van de straling die het meest uitzendt. Je zult namelijk zien dat sterren een heel spectrum uitzenden, maar dit veld dat er niet over zijn lambda max. Daarover later meer. Het vermogen van zo'n ster is evenredig met de vierde macht van de temperatuur, dus als op een gegeven moment een ster twee keer zo heet wordt, zal het vermogen 2 tot de macht 4 keer zoveel, dus 16 keer zoveel worden. En die zenden dus ook, wat ik net al zei, naast een heleboel meer golflengtes, ook een heleboel meer energie uit. En die energie die wordt verspreid in alle richtingen. En die kun je dus op een gegeven moment aangeven dat die als het ware wordt verdeeld over een bepaald bolvormig oppervlakte rondom zo'n ster. Dus wat je er op een gegeven moment gaat zien, als je nou een afstand op 2 keer zo'n grote afstand van de ster gaat beschouwen, dan zul je zien dat de oppervlakte van de bol niet 2 keer zo groot, maar 2 kwadraatkeer zo groot wordt, waarover al deze energie wordt verspreid. Dit is een beetje wat er wordt bedoeld met de kwadratenwet. Dus dat de intensiteit, de hoeveelheid vermogen die er per vierkante meter op een bepaald plek terechtkomt, dat die kwadratisch afneemt met de afstand. Dus omgekeerd kwadratisch evenredig is met de afstand. Nou, dus wanneer het licht van een ster, zoals het wordt uitgezonden door een bepaalde stoffen in een kosmische nevel of door een atmosfeer heen gaat, kun je de eigenschappen van die voorwerpen kun je afleiden. Wat je namelijk zult zien, is dat de elektronen die dus volgens het Bohr in schillen rondom de kern zitten, dat die elektronen dat die dus energie zullen gaan opnemen. Er is namelijk een specifieke hoeveelheid energie nodig om een elektron van zijn ene schil naar een andere schil, dus in een aangeslagen toestand te brengen. En die specifieke hoeveelheid energie, dat wordt dadelijk meer verteld bij quantum. We kunnen in ieder geval gewoon even nu beschouwen dat dus elektronen in verschillende energieniveaus zitten. En dat het dus een afgebakende hoeveelheid energie kost om een elektron op te nemen. Of van een lagere schil naar een hogere schil te brengen. En dat het dus een specifieke hoeveelheid energie vrijkomt wanneer een elektron van een aangeslagen toestand weer terug gaat vallen. Dus wanneer je op een gegeven moment dus een continu spectrum hebt, waarin alle frequenties die voor een ster worden uitgezonden, wanneer die door een bepaald materiaal heen gaat, zul je zien dat sommige golflengtes, dat die worden opgenomen. En dat zijn dus die golflengtes waarbij het foton, het lichtdeeltje, zo precies genoeg energie heeft om een elektron van een ene naar een andere schil te brengen. Dus je zult op een gegeven moment zien dat er dus een soort van zwarte gaten binnenin zo'n continu spectrum zitten. Dat is wat we dan een absorptie of een emissiespectrum noemen. Wat je dus zult zien is dat de golflengtes die worden geabsorbeerd, die horen erbij bij een lage schil naar een hogere schil te komen. Andersom kan het ook. Wanneer dus op een gegeven moment zo'n gas uit zichzelf nou licht uitzendt, zul je dus zien dat het precies hoort bij de frequenties die horen bij bijvoorbeeld het terugvallen van een elektron van een hoge schil naar een lage schil. Weer precies dezelfde hoeveelheid energie en dus dezelfde golflengte die ze absorberen, die zenden ze ook weer uit. Dus deze absorptie- en emissiespectra die zijn specifiek bij een stof, omdat het een materiaaleigenschap is hoe de verschillende schillen zich tot elkaar verhouden en dus welke specifieke golflengtes je opneemt. Nou, als je dus gaat kijken naar het licht van die sterren, dan kan het soms voorkomen dat die absorptie dat iets wat verschoven is. Dat dus die vingerafdruk van de ster op een andere golflengte zit dan je denkt. Nou, en dit komt omdat de ster een bepaalde snelheid heeft ten opzichte van ons, dat die dus van ons weggaat of naar ons toe komt.
Als een ster naar ons toe komt, wordt het uitgezonden licht, wordt het golf, wordt als het ware ietsje in elkaar geduwd. En dan zullen die spectra zullen meer richting het blauw gaan verschuiven. Andersom zul je dus zien als een ster van ons afbeweegt, worden de golven meer uit elkaar getrokken. En zul je dus zien dat die spectra meer richting de rode kant van het zichtbaar licht, dus richting een grotere golflengte gaan. Wat we dus op een gegeven moment zien als we naar sterren kijken in de sterrenhemel, zien we dat de meeste sterren van ons vandaan bewegen. Omdat we dus die roodverschuivingen zien we plaatsvinden bij een heleboel sterren. Dus licht van heel veel sterren die heel ver weg zijn, die zal extreme roodverschuiving laten zien. Dat zal op een gegeven moment zo'n roodverschuiving zijn, dat het niet eens meer roder is. Maar dat het op een gegeven moment gewoon de golflengte wordt zo groot dat je richting microgolven of zelfs radiogolven toe gaat. Golven met een hele grote golflengte. Dus om terug te kijken in het universum heb je telescopen nodig die ook gevoelig zijn meer voor het grotere spectrum van het elektromagnetisch spectrum. Dus van een grotere golflengte. Dus bijvoorbeeld radiotelescopen. Nou, sterren die ontstaan zelf uit een nevel van voornamelijk waterstof en helium. En onder invloed van de zwaartekracht klonteren die samen. Wat je dan op een gegeven moment zult zien is dat die klaar samen klonteren groter worden. En die kern wordt zo heet dat er kernfusie optreedt. En waterstof wordt gefuseerd tot helium. Wat je erbij zult zien is dat het de hele tijd doorgaat. Energie wordt er uitgegeven. En dat zal doorgaan tot de meeste waterstof in helium is veranderd. En dan is de brandstof eventjes op. Wat je dan ziet is dat die onder zijn immense zwaartekracht zal die een klein beetje imploderen. Daardoor wordt de kern weer heter, warmer, waardoor er ook helium gefuseerd kan worden. En dan zul je zien dat een ster opzwelt. Dat is dus op een gegeven moment het begin van een volgende cyclus. En dan zul je dus zien dat er een rode reus, of afhankelijk van de grootte van een ster, een rode superreus ontstaat. De ster zwelt op, de buitenkant wordt wat koeler, lagere temperatuur, zal dus ook een grotere golflengte aan licht uitzenden. Dus het zal een rode reus of een rode superreus worden. Nou, het proces van fuseren gaat door totdat er op een gegeven moment ijzer gefuseerd wordt. Dit is een endotherme reactie waarbij er dus energie niet wordt geleverd, maar wordt opgenomen. En die stralingsdruk in het binnen van een ster die valt weg. Wat je dus zult zien is dat die ster gaat imploderen. En er blijft een bepaald restproduct over, dat is afhankelijk van zijn massa. Bij normale sterren, of kleine sterren zoals de zon, zul je zien dat dat een witte dwerg is. En voor grotere sterren kan het een neutronenster zijn als restproduct. Of bij een enorm groot, zware ster zal dat misschien een zwart gat zijn. Nou, de dingen die je bij moet kennen is in ieder geval, die je moet kunnen, is een aflezen van een plankromme. Plankromme ging er op een gegeven moment over van het spectrum aan licht dat werd uitgezonden door een bepaalde ster afhankelijk van zijn temperatuur. Dat is altijd een continu spectrum. Wat je daarbij zult zien is de golflengte, naarmate de temperatuur hoger wordt, neemt de golflengte af. En dan zul je dus de oppervlakte onder de grafiek is de totale intensiteit, de totale energie die is uitgezonden. Die hebben we al gezien, die neemt toe met de vierde macht. Je kunt op een gegeven moment door die pieken van die lambda max te vergelijken, kun je op een gegeven moment zien dat, dat een ster als een bepaalde kleur wordt waargenomen. Deze die zal maar een klein beetje voor ons in het zichtbare lichtspectrum zitten, dus dat zal een vrij rode ster zijn. Wat je ook moet kunnen is een Hertzsprung-Russell diagram aflezen, die staan in je BINAS. En wat je daarbij ziet, het is een logaritmische schaal, wat betekent dat de getalletjes die je normaal gesproken in je BINAS onder staan, die geven het getalletje bijvoorbeeld 3,5, geeft aan dat het gaat over 10 tot de macht 3,5, het getal wat erbij hoort. En dat geeft op een gegeven moment aan de lichtsterkte, de temperatuur en de grootte van de sterren ten opzichte van de zon. Wat je daarbij zult zien is dat een heleboel van die sterren zich in een bepaalde reeks bevinden, wat we de main sequence, de hoofdreeks noemen. En dat je dus op een gegeven moment ook die zult zien dat een heleboel sterren op elkaar lijken in hun levensloop. Nou, het laatste wat je moet kunnen is de kwadratenwet toepassen. Wil ik dat nog benoemen, want er staan hier eigenlijk twee verschillende oppervlaktes. Je ziet dat de intensiteit van de kwadratenwet is afhankelijk van het vermogen gedeeld door de oppervlakte. Maar bij beide zul je dus op een gegeven moment de oppervlakte nodig hebben. Bij het vermogen heb je de oppervlakte en heb je de straal van de ster heb je daarvoor nodig. Want we zien op een gegeven moment hoe groter die ster, hoe groter het oppervlak, hoe groter het vermogen. En op een gegeven moment voor het oppervlakte hier, waar het over verdeeld wordt wat ik heb gezegd, heb je de straal nodig tussen de ster en het punt waarop je de intensiteit bepaalt. Bijvoorbeeld tussen de ster en de aarde. Dus je hebt twee oppervlaktes en dus twee afstanden, twee stralen nodig. Heel veel succes met leren en tot de volgende.